Goedemorgen. U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Veel ruimte voor de zon vanochtend met in het noorden van het land wat meer wolkenvelden. Wolkenvelden zijn allemaal vrij dun en dat betekent dat de zon ook daar nog zeker goed te zien zal zijn. 14 tot 17 graden aan het eind van de ochtend op de thermometers en er staat amper wind. Het is echt heel aangenaam weer. Vanmiddag, wat de wind betreft weinig verandering. Misschien een windje van zee vlak op de kust. Temperaturen tussen de 18 en 21 graden en aanhoudend veel ruimte voor de zon. Vanavond nog steeds weinig verandering. Het blijft heel rustig met de wind en de temperaturen gaan maar langzaam omlaag naar 14 tot 17 graden. Morgen ziet het weerbeeld er wel iets anders uit, want dan is er meer stapelbewolking in de loop van de dag en is er ook kans op een enkele bui, vooral in het binnenland. Temperaturen pakken nog wat hoger uit, 19 tot 23 graden wordt het en de wind is nog altijd rustig. Woensdag een ander weertype. Dan neemt de buienkans sterk toe en is er veel minder ruimte voor de zon. Temperaturen met een beetje geluk nog aan 20 graden, maar als tegen zit, blijven we daar dik onder. Donderdag ook zo'n dag met een paar buien, maar duidelijk alweer meer ruimte voor de zon en daarna wordt het warmer. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.